Programmablad waar je niet omheen kunt. Bel 013 644 644, word lidjaarabonnee en u krijgt hem tot 1 maart 1993 voor maar 10 gulden. Ja, u hoort het goed, dat is een heel half jaar lang voor maar 1 tientje. De Avrobode, de goedkoopste grote in kleur, daar kun je niet omheen. Straks na het journaal in Het Was Stil op Straat kijkt Willem Duis terug naar grote internationale artiesten. Met optredens van onder meer Gilbert O'Sullivan, The Carpenters en Shirley Bassey. Na actualiteiten in Avro Televizier, het derde deel van de miniserie Shadows of the Heart. Het is duidelijk dat de plaatselijke bevolking de arts Kate Monroe niet accepteert. En een huwelijksaanzoek van Vic Hanlon was vorige week wel het laatste wat ze verwachten. What do you say? Will you have me? In filmreview vanavond een ontmoeting met George Sluizer in Hollywood. Daar voltooit hij de remake van zijn succesvolle film Spoorloos. Jeff Bridges speelt dit keer de hoofdrol. En het budget is opgetrokken van 1 naar 20 miljoen. En dan ziet u hier het volledige aanbod van onze avondprogramma's. Ik werk als diëtist in een groot ziekenhuis. Ik heb dan de verantwoording voor de voedingsadviezen van zo'n 50 patiënten. Ik vind het gewoon heel leuk en ik ben van niemand afhankelijk. In mijn vrije tijd ben ik heel veel bezig op een sportvereniging. Mijn vriend komt daar ook wel om mij aan te moedigen. In Nederland moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Nou, dat ging nog maar net goed. Heerlijk. Ja, doe maar toch eens normaal. Geweldig. Ja, je staat er nooit gewoon op. Boot! Ahoy! Soms zit het mee en soms zit het tegen. NOG-verzekeringen. Dus u krijgt visite? Mm-hmm. Neem dan deze casus. Pittig, zacht en verfijnd. Fougeron. Pardon? Fougeron. Een Hollandse kaas met een Franse tongval. Oké. Jij wint. Je kunt Rotterdam in één dag bekijken. Sega! 16-bit! Go for it! De 16-bit Mega Drive. De Sega voor Morden. Zulke mayonaise vlekken er helemaal uit? Dan wordt zo'n shirt al snel zo blauw. Dat hoeft nu niet meer, dankzij het nieuwe Color Plus systeem. En alleen het nieuwe hoofdwasmiddel Ariel Color heeft deze unieke combinatie van ingrediënten. Ariel Color was zo'n chocoladeijsvlekker in één keer uit. En het unieke Color Plus systeem krijgt niet alleen de vuilste kleuren wel goed schoon, maar de kleuren blijven ook. Was na was na was. Eindelijk schoon en de kleur is gebleven. Ja, naast Ariel Ultra is er nu ook Ariel Color. Wel goed schoon met kleuren die blijven. I'm going.
De mooiste kleuren uit de natuur zijn er nu ook voor uw interieur. Uurjournaal met Joop van Zijl. Goedenavond, het nieuws van donderdag 27 augustus. DAF praat over samenwerking, onrust bij personeel. Amerikanen en Britten controleren Zuid-Irak. Joegoslavië-congres komt met vredesactieplan. De raad van bestuur van DAF heeft het vandaag officieel bekendgemaakt. Het concern praat over verregaande samenwerking. De top van het bedrijf spreekt van een strategische alliantie, maar wil geen enkele naam noemen. Bij bonden en personeel, vandaag ingelicht door de directie, ging maar één naam over de tong: Daimler-Benz. Ook al liet een woordvoerder van het Duitse concern weten dat Daimler niet aanstuurt op de overname van DAF. Gisteren was de reactie: we praten met iedereen. Maar DAF-topman Baan wilde vandaag kwijt dat dat non-informatie was. Maar we konden niet anders. De belangen zijn te groot, zei hij. We zijn nu in een nieuwe situatie met nieuwe feiten. Daarom is overleg gaande over een strategische alliantie. Deze gesprekken zouden kunnen leiden tot een structurele versterking van de onderneming op basis van een wederzijdse participatie in producten, productontwikkeling en productieproces. Een versterking van de vermogenspositie wordt in dit verband eveneens overwogen. Verdere mededelingen kwamen er niet. Vanochtend lichtte de directie de bonden en ondernemingsraden in en later al het personeel, ook in Engeland. Wil je zeggen dat er nu onrust is onder het personeel? Ja, dat is grote onrust. Ja. Men is heel bezorgd over hun toekomst.